Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over de aftrap van seizoen 2. Lekker doorgaan met sport, onderzoek en innovatie. We mogen weer. Na een vakantiepauze gaat het tweede seizoen van de Slimmer Presteren podcast van start. Wat zijn onze plannen en hoe zijn we fit gebleven? We bellen met Jacomine Eikelboom die in plaats van de geplande Trans-Amerika triathlon haar eigen Trans-Nederland triathlon begonnen is en willen van Wout Jacobs leren hoe het is om in één dag 215 keer de Amerongse berg op te fietsen. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, je hebt lekker de kleur erop staan, ja. Hè? Ja, het was mooi weer. Het was een mooie zomer. Weken, ja. Ja, we zijn weer terug. We gaan weer beginnen. Tweede seizoen. We hebben een halve marathon erop zitten, ja. Aflevering 22. Heel benieuwd naar het tweede stuk, hè? Hoe is het met je? Heel goed. Ik heb er zin in. Ja, leuk. We gaan deze aflevering even kort een heel klein beetje terugblikken op de zomer nog. En terug en leuk bellen ook met twee mensen. Met Jacomine Eikelboom, zoals we al in de intro zeiden, en met Wout Jacobs. Maar toch even een paar hoogtepunten van vlak voor de zomer, maar na onze laatste aflevering. Ja. Allereerst, wij zijn genoemd als tip in het wielrenblad. Heb jij daar nog iets mee te maken? Jij schrijft vast in hun rubriek Wetenschap op Wielen. Ik zou er mee te maken kunnen hebben. Ik denk het wel, ja. Ja. Maar ik zelf was ook verrast toen ik het opensloeg en ineens toch redelijk pontificaal aandacht zag voor ons logo met bijgaande tekst. Ik denk, Nee, super. Ja. Voor de vaste lezers van de wielrenblad. Ja, ik heb daar een rubriek Wetenschap op Wielen. Ja. Elke keer een uitgebreide pagina waar ik inga op allerlei aspecten die, ja, waar ik mijn wetenschappelijke blik op werp. Leuk. En, nu, dus laten we zeggen welkom aan alle nieuwe abonnees en luisteraars vanuit het wielrenblad. Alle wielrenners, nou blijf luisteren, want Wout Jacobs is een ultra wielrenner waar je veel van kan gaan leren. Een andere toch ook leuk om even in de uitzending mee te nemen. We vroegen in onze laatste aflevering om ons te laten weten wat je ervan vond, om ons te helpen deze podcast te doen groeien. En Jeff Bogers deed dat al eind mei. Hij schreef op iTunes 5 sterren met onderweg het nuttige en het aangename combineren. Lekker voor de fiets met lange tochten. Niet alleen gezellig gekwetter, maar ook wetenschappelijk gewogen inhoud. Daar ben jij dan vooral, hè? Nou. En opzet met zorg om de atleet. Vanuit de wetenschappelijke benadering. Altijd functioneel, praktisch afgesloten met goede tips en tricks. Daar heb je wat aan. Nou, Jeff legt de lat hoog. Dus dat ik gebruik ben, anders begin ik nogal te blozen. Precies, hier, maar nou, dankjewel Jeff. Leuk. Jeff komt ook uit Brabant, net zoals wij oorspronkelijk. Hebben ze een nieuwe triathlonvereniging opgericht in, wat zeg jij, Oosterwijk of Oosterwijk? Ik zeg Oosterwijk, maar jij mag Oosterwijk zeggen. Nee, oké. Ja, daarvan. Nieuwe club. En hij is op weg naar, of hij was op weg naar het WK triathlon in Almere. Age group, maar hij heeft zijn doelen verlegd naar volgend jaar, dus dankjewel. Ja. Als jij het leuk vindt om zo in onze podcast langs te komen, laat vooral iets weten. Ik roep op het einde van de aflevering nog wel een keer hoe dat allemaal kan. De zomer. Hoe ben jij fit gebleven, Jurgen? Ja, ik vooral met fietsen. Vind ik wel leuk om even te melden. Ik ben nog met een clubje mannen naar het Zwarte Woud gegaan. Echt nooit gefietst daar, maar... Nou, aanrader. Ja, mooi gebied. Ja, zeker. Het is en niet te ver weg. 6 uur fietsen en rijden eerst met de auto. Nou, en prachtige heuvels, kols tot 1200 meter. Nou, daar hou ik van. Hè. Een beetje
Ja. Daar komt mijn voordeel van toch. Daar komt jouw gewicht. Mijn lichtgewicht naar voordeel. Ja. Nou, een paar dingen die me opvielen, dat was een groep... jij appte terwijl je daar was. Nou, dit is de Slimmer Presteren podcast all over the place. Ja. Vertel. Dat is een groepje mannen waarmee ik in principe op dinsdag... Dus eigenlijk mammals. Ik ben wel één van de ouderen. Ja. Beetje in de 40. Jij bent wel middle een beetje age. Jouw leeftijd. Ja. Maar ook we waren met z'n vijven. Aantal die relatief laat misschien begonnen zijn... Maar dan wel de mooiste, de mooiste spulletjes, een mooie fiets. En het begint al met ik heb gewoon zo'n snelheidsmetertje nog en dan mijn TomTom-horloge. Ja. Zij hebben natuurlijk een Garmin-achtig ding. Dikke fietscomputer. Ja, en daar kan je alles op aflezen. Heb ik niet trouwens nog hoor, maar zij wel. Wel handig voor de routes, daar ben ik met je eens. Alhoewel, ik vind het nog prima om met een kaart van tevoren even te kijken van wat we gaan fietsen. Zo ouderwets, ja. Maar schets mijn verbazing, als zij een heuvel of een col gaan doen, dan is het eigenlijk continu zit ze in de gaten houden van, hoe steil is het hier? Oh ja. En dan hoor je dan wel eens, Jurgen, hier 6,2%. en nu is het 7,1. Terwijl ik denk, dat voel ik wel, zeg maar. En ik weet wel een beetje van wanneer je moet schakelen, et cetera. Dus zij waren nogal erg bezig daar met... Omdat zij verbonden daar ook consequenties aan. Ja, als die boven de 7% kwam, dan moet ik wat doen. Of op een gegeven moment hebben we het daarover gehad. Van, ik hoef echt alleen maar te weten... Nou, is die 7 kilometer lang een gemiddeld percentage... en de rest dan voel ik het wel. Ja. Dus op een gegeven moment heb bij hun gewoon gezegd... en nou zetten we hem uit en dan gaan we dat eens doen. En eigenlijk dachten ze, maar zo kan het dus ook. En dan zie ik ineens dat het een prachtige omgeving is. Ja. Dus en dat was één ding, erg op de fietscomputer. En het tweede is toch wel de voeding van die gasten. Wat dan? Ja, kijk, we zaten aan het ontbijt en ik had boterhamzakjes mee... En ik smeer daar een dikke boterham Duits brood met salami. En die doe ik in mijn zakje. En ik zeg, die neem ik mee voor straks. Nou, ik word me daar aangekeken van, hè? En hoezo ga je dat opeten onderweg? En dan kijk ik bij hun en zei echt, hoeveelheden jelletjes en energierepen allemaal achterin van tevoren. Die bidon vullen ik natuurlijk met water. Zij met een of ander... Mixie. Mixen. Ik mag niet te hard meelachen, hè? Want de abonnees op YouTube die mijn vlog ook uit 2017, 18 hebben gevolgd... Die hebben mij toch ook dingen met jelletjes zien doen. Mijn eerste marathon met mijn, 16 jelletjes? Nee, Nou ja, precies. Dat verhaal kwam ook bij mij boven. Ik had mijn bananen, ik had mijn brood en ik had wat sultanas. En dan ook hartige sultanas heb je tegenwoordig. Italiaanse smaak. Ja, super lekker. En en het was dan ook nog een bloedhete dag. Dus dat werkt ook niet bevorderlijk voor de doorbloeding van je darmen. Op een gegeven moment, men raakte allemaal een beetje uitgeput. Ik moet zelf ook toegeven, ik kreeg last van hittekrampen, waar we het eerder over gehad hebben. Ja, heel bijzonder. Ja, krampen staan nog een keer op de lijst. Hè? Dan maar gaan niet we zozeer bij het fietsen, maar meer bij de pauze na 100 kilometer dat ik mijn schoenen uitdeed. Want die, dat zat een beetje te warm allemaal. Ja. En daarna mijn schoenen niet meer aan kon doen, omdat ik niet meer daar goed... Je kon niet meer buigen? Nee. Okay. Eenmaal op de fiets ging dat wel, maar ik dacht wel, dat is de goede aflevering. Eenmaal even terug te luisteren over presteren in de hitte. Ja. Maar anyhow, die gasten die werden helemaal gek van op een gegeven moment van hun jelletjes. En daarnaast... Gewoon misselijk, ziek, onprettig. Helemaal klaar mee. Terwijl, en het andere is, met die als het heet is, is het best wel fijn om water over je heen te gooien. Ja, dat kan niet met zo'n sportruim bidon. Dus ik denk dat ik die jongens wel toch een lesje heb geleerd. Los van het feit dat ze natuurlijk, heuvel op... kon ik toch laten zien waar ik mijn voordeel van vandaan. Maar vond ze jou ook niet bloedirritant, Jurgen? Ja, eigenlijk wel. Alles beter is. Overal ik was wel een beetje een bedweter, maar uiteindelijk, goed. Dan denk ze, ik heb ze gewezen op ons podcast, is rustig terugluisteren. En, maar kijk, uiteindelijk de prestatie of hoe je het uiteindelijk voelt, einde van de dag... Ook hoe je ervoor staat, ook qua eten en of je nog eetlust hebt. Ja, dat... Het zegt toch het meest. Dat zegt zeker. En wat ook wel grappig was... En heb jij de hongerklop weten te vermijden met je Duitse boterhammen salami? Ja, maar
ook, we hoefden ook niet zo heel veel mee. Want dit is wel een groepje mannen. Ik wil naar 50, 60 kilometer. Eerste pauze, koffie met appelgebak. Appelgebak natuurlijk, ja. 100 kilometer, dan die lunchpauze. En dan nog 20, 50 om het af te maken. Achteraan om het af te maken. Dat is allemaal goed te overzien. Maar wat ik wel bijzonder vond, ik kwam thuis. En mijn partner Barbara, die zei, ja, je ziet er wel een beetje afgetraind uit. Hè? Ja. Maar, ja, de weegschaal op. Ja, nee, dat doe ik dan eigenlijk niet. Maar een andere jongen appte. Nou, opvallend. Ik ben 3 kilo aangekomen. Ja, precies. Ik dacht meteen, ja, dat zal moet van die jelletjes of zo zijn. Dan hebben ze gewoon alles overvoerd wat je naar binnen hebt geschoven. Ja. Want we hebben s'avonds in principe hetzelfde gegeten en gedronken. Dus ook daar denk ik dat het zo ingebakken zit bij die lui. Ja, voeren. Maar hoe denk je dat dat komt? Ja, goed. Die jongens die ook qua spulletjes op de fiets. Het, nou is, ja, maar ook het is toch een marketing dingetje, ik herken dat. Ik. Ja? Ja, want ik heb dan zelf 1 keer... Ik ben natuurlijk ook nog vrij groen in het fietsen. Mm-hmm. Dus ik heb ook pas 1 keer echt boven de 200 kilometer... Nee, dat was maar 105, maar op de heuvels. De Amstel Gold heb ik vorig jaar gedaan. Dat was ik ook met zo'n groepje mannen. Ja. Nou, dat was ook niet van de lucht wat er allemaal bij zat. Maar ik herkende dat ook wel bij mezelf. Ja. Bij al die fourageposten, jongen, pakken wat je pakken kan. Peperkoek, drop, alles erin. Omdat er toch een soort fundamentele angst voor die hongerklop zit. Hè? Ja. En ik heb daar wel over na zitten denken. Volgens mij is bij het fietsen ook de enige, of in ieder geval de enige keren dat ik een hongerklop ook tegenkom. Ik kan hem ook echt tegenkomen. Hè? Eerst een beetje licht in je hoofd en op een gegeven moment gewoon leeg. Ja. Ja. Dat herken ik. Ja, je moet het een keer meegemaakt hebben. En dan weet je een beetje wat het is. Aan de andere kant, ja, dan kom ik toch weer op mijn gevoel van, ja, het is wel goed om in het begin juist wat dat eerste uur al rustig, want dan voel je prima, is je hongergevoel er ook, om dan die bananen al een keer erin te beginnen en die boterham. Ja. Want je weet dat na 4, 5 uur ook in die warmte, ja, dan lukt het gewoon niet meer om alles binnen te krijgen. En dan moet je juist die dingetjes hebben die je lekker vindt op dat moment. En voor mij is dat iets hartigs dus eigenlijk. Ja. Oh, de Sultana Italian. Dat doet me denken, als het wat kouder is dan een lange tocht of een lange schaatstocht. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Ja. Het is voorbij, maar het is gewoon 6 of 8 boterhammen met pindakaas of liefst nog met makreel. Ja, en daar doe ik het. Want daar heb zo ik heeft dan, iedereen wat, hè? Na zoveel uren heb ik daar zoveel zin in. En dat is eigenlijk het enige waar ik denk, ja, dat vind ik heerlijk op dat moment. Lachen. Dus ook dat, ik denk dat de angst voor de hongerklop is één ding. Aan de andere kant, ja, laat het je maar eens een keer gebeuren. En dan weet je ook wat het is. En, ik denk dat iedereen die wel zo'n lange tocht heeft gemaakt, dat wel eens heeft meegemaakt. Ja. Maar dat er volgens mij dus een soort overreactie is of zo. Plus toch? Het feit, hebben we het misschien al eerder over gehad, dat nu wel heel vaak van die posten langs de kant staat. Van die fourageringsposten. Bij evenementen. Ja. Dus dat je eigenlijk niet meer hoeft druk te maken om het feit van, hey, de komende stuk heb ik dan genoeg eten. Want in principe kan je gewoon de posten aflopen. Maar dan moeten we nog maar zien of er ooit nog in 2020 evenementen gaan plaatsvinden. We zullen zien, ja. Hey, aftrappen seizoen 2. Inmiddels hier bij ons op de bank ook onze derde attribuut aangeschoven. Ja, want welkom. We hebben onze eigen eerste merchandise. Ja. Ook te zien op onze Twitter en Instagram kanalen. Als je ons nog niet volgt, @slimmerpodcast. Ga eens kijken, daar zetten we sowieso iedere aflevering neer. Maar af en toe ook wat leuks als we even niet iets hebben. En we zagen daar een foto van jou met ons eerste t-shirt. Ik zou zeggen, als je hem wil hebben, reageer dan nu. Dan zullen we eens kijken of we echt een mooie t-shirt webshop kunnen openen. Ik weet nog niet of dit het definitieve ontwerp wordt. Maar goed, uniek exemplaar. De eerste in het Slimmer Presteren Podcast Museum. En een mooie poster van alle eerste 21 afleveringen. Wij zetten dat op Twitter en daar schreven wij, kun jij ze al alle 21 afvinken. Mm-hmm. En toen gebeurde er iets moois. Ah. Jacomine Eikenboom reageerde. Ah. Die zegt, ik heb ze allemaal afgetikt. Maar de aflevering met de @sportarts. De sportarts op Twitter, dat is Guido Vroemen. Ga ik nog een keer luisteren. Super interessant. En dat brengt me volgens mij bij 2 dingen die ook nog leuk zijn om te melden voor onze podcast. Allereerst, we gaan zo even bellen met Jacomine. Want die ging in plaats van dwars door Amerika, dwars door Nederland. Dat hoor je zo. Maar we hebben ook nieuws over Guido, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Wil jij hem brengen? Nou, ik denk dat wij... Het beviel erg goed, hè? De aflevering met Guido. Ook voor onszelf. Ja. Ik heb veel geleerd. De reacties waren ook zeer positief van mensen. En wij dachten, ja, misschien moeten we wat met die Vroemen. Ja. Laten we eens beginnen met iedere aflevering even te...
We gaan zoomen met vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroem, vroem. Maar goed, ja, zoomen met vroemen. Leuk, want ik vind met name de praktische kant natuurlijk. Ik ben toch ergens, zit ik op mijn ivoren torentje. Een beetje de studies bij te houden. En dan heb ik mijn eigen ervaring, die natuurlijk nogal gekleurd is. Omdat ik eigenlijk... Je bent van een andere generatie. Ja, ik ben de generatie die op relatief jonge leeftijd al begonnen is. En toch dingen moest uitzoeken zonder dat daar... Er was nog niet zoveel. Er waren niet zoveel metertjes. Er was geen echt speciale sportvoeding. En dat neem ik dan toch nog steeds mee. Ik denk toch ook een beetje mijn rolletje om mensen een beetje af te remmen. Ja. Jongens, ga niet met elke hype mee. En aan de andere kant, vroeg mezelf, Guido, is juist wel meer van de ja, dat de zei gadgets, hij in aflevering 20. Als je hem nog niet hebt gehoord, hebben we ruim een uur met hem gesproken. En dan zei hij ook... Alles wat nieuw is, moet ik eerst uitproberen. En ik denk dat dat een leuke tegenstelling is. Zeker. En ook omdat hij natuurlijk hij werkt met topsporters. Ja. Hè? Wij gebruiken vaak de topsport om te kijken wat we daarvan kunnen leren. Nou, dan kunnen we hem rechtstreeks uit de praktijk toetsen. Dus vanaf nu, regelmatig bij veel afleveringen, even zoomen met vroemen. En wellicht gaan we ergens komend seizoen ook wel een dag bij hem in het sportcentrum Midden-Nederland opnemen. Ja, nou, dat lijkt me heel leuk. Ja, maar dat brengt me tot het volgende, dat jij kwam van... Ja, ik wil eigenlijk wel eens een beetje do-it-yourself, een laboratorium setting, wat dingetjes bij mezelf gaan meten. Ja. Bij Guido kun je natuurlijk een inspanningstestje doen, iets dergelijks. Je VO2 max kunnen we gaan opmeten. Maar jij kwam eigenlijk op iets anders wat je veel interessanter vindt. Je zet me voor het blok. Maar bij deze gaan we het dus beloven. Kijk, mijn dochter van 9, die zit allemaal naar die YouTubers te kijken. En die doen de hele dag niks anders dan challenges. Ja. En ik kan niet helpen dat ik er af en toe wat van zie. En denk ik, is best geinig. Dus in, ik denk in de aflevering 21, de laatste voor de zomervakantie, hadden we het over Endure, de kracht van je geest. En daar haalde jij onder andere aan dat er een experiment was gedaan met roeiers. Ja. Dat als zij samen trainden, dan ging geloof ik 10% of 20% hun pijntolerantie omhoog. Klopt. Dacht ik, wat betekent 10% meer pijntolerantie? Dus moeten wij niet gewoon, de meten ze onder andere met een bak ijskoud water. Ja. Ik wil wel eens weten, hoe lang kan ik eigenlijk mijn hand in een bak ijskoud water? Nee, maar dus meer om ook dat onderzoek wat wij pretenderen, onderzoek, sport, innovatie. Breng dat onderzoek maar hier in de podcast. Ja. Laten we maar dingen gaan uitproberen en kijken waar je dan als amateur staat. En hoe zich dat verhoudt tot toproeiers. Ja. Ja, leuk, want wat zegt dat inderdaad, dat de pijntolerantie iets toeneemt? Ja. Dan wil je wel eerst weten van hoe voelt dat überhaupt? En wat is een toename van 20% of zo? Is dat een paar seconden of een paar minuten? Ja. Dus heb ik jou uitgedaagd. Laat me maar wat wetenschappelijke methodes ervaren. Ja, en maar dat brengt me ook meteen tot het dingetje over... Mijn sportblessure of mijn kuitblessure bij het lopen is echt... Nou, ik ben weer aan het hardlopen. Rustig aan. Had ik natuurlijk al lang gezien op Strava. Ja, en ik kreeg een tip naar aanleiding van onze ouder atleet. Ja, over sporten als je ouder wordt. Ja, en dat wil ik wel even bijhalen van Ben Quispel. Een tijdgenoot van Rob Barel, ook vroeger getriatleet. En die kwam met het idee van, of die zei eigenlijk de suggestie. Heb jij chi running wel eens geprobeerd, Jurgen? Oh, nou, wat is dat? Nou, dat is een goeie, want dan hij zei, kun je cursus in volgen. En dat is in ieder geval pijnvrij of blessurevrij lopen. En wat hij ook suggereerde was, kijk, van, ik ben benieuwd naar jouw mening als wetenschapsjournalist daarover. Lees, is daar al wat wetenschap aan gedaan? Nou, ik ben even op de site gaan kijken. Ja, en dan begin was ik wel een beetje, sceptisch, hè? Want dat is jouw grondhouding. Nou ja, het idee is, dat is het motto, kom verder met minder energie en minder belasting. Nou, dat willen we allemaal. Al meer dan 20 jaar een bewezen techniek. Dan heb je laat wel. Laat me de bronnen zien. Ja. Pijnvrij en moeiteloos lopen. Nou, komt hij door een goede houding, krijgt chi, is levensenergie, de ruimte om te stromen in je lichaam. Chi is de kracht die ook wordt onderkend in de acupunctuur, het vechtkunst Aikido, Tai Chi en de bewegingskunst Chi Kung. Ja. De chi zetelt in je kern, je centrum. Dit krachtcentrum is je uitgangspunt. Dit geldt ook voor yoga en pilates. Het gaat erom deze kracht te gebruiken en samen te laten werken met de kracht van de natuur, de zwaartekracht. Ja.
Oftewel. Ja, bij mij zet dat wel een beetje wat nekharen overeind. Omdat ik net iets te vaag vind. Dan vind je het te oosters en niet wetenschappelijk genoeg. Een beetje vaag of in ieder geval. Maar ik ben niet de beroerdste om dan op die site te kijken. Maar het idee is dat je in ieder geval ontspannen leert te lopen. Met aandacht met name ook voor afwikkeling van de voet. Niet te veel op de hiel. Kortere contacttijden en kortere paslengte. En dat zijn wel precies de dingen die onze hardlooptrainer Marco ook tegen mij verteld hebben. In het begin nogal grote passen wilde nemen. Etcetera. Maar wat zit je nou te vertellen? Ben je aan het cheerrunner geslagen? Nou, toen heb ik... Tweede stap bij mij is, stap 2, is ga ik op PubMed, is de medische... Onderzoeksdatabase? Je data, ja, zoek... En wat kwam eruit? 2 artikelen slechts. Okay. Waarbij ze op eentje hebben ze gekeken naar een cheerrunning programma op bloeddruk. Mm-hmm. Bij een groep patiënten met hoge bloeddruk. Andere die was inderdaad begonnen met kijken eigenlijk naar biomechanica van het hardlopen. Ja. Nog vrij mager. Dus ik twijfel nog een beetje. Kortom, kijk, meneer de wetenschapper. Je kan zeggen als er nog geen onderzoek is, het is niks. Het of moet gebeuren. Zeggen, praktijk, ja. Veldstudie. Praktijkveldstudie vind ik leuk. Of om van onze luisteraars eerst te horen, doen meer mensen dat? Zijn meer mensen hier bewust mee bezig? Kijk, ik vind het de volgende stap om dan meteen zo'n cursus te gaan volgen. Oh, daar ben je nog niet aan toe. Nee, nee. En waarschijnlijk moet je daar ook wel iets voor betalen. Dus daar twijfel ik dan een beetje over. Nou, ik vind, als jij mij hier voor het blok zit te zetten om mijn hand in eigen te laten zetten, dan ga jij maar gewoon een cheerrunning cursus doen. Is goed. Of ik heb de keus om de zooltjes te gaan uitproberen waar we het ook over gehad hebben. Okay. Dus de zooltjes die in Maastricht getest worden, waarmee je eigenlijk feedback krijgt over... Ik kan ze combineren waarschijnlijk over mijn loophouding. Dat zou helemaal leuk zijn. Dan kun je ook even een before en after test doen. Een mooie NS1. Kortom, wij gaan aan de slag. Wij gaan zelf ook proberen wat weer in wetenschap te maken, los van wat je van ons gewend bent. Mooie artikelen van Jurgen die publiceert in alle sportgerelateerde bladen. Sportgericht, wetenschap voor bewegingswetenschap. Die gaan we in de aflevering centraal zetten. We blijven regelmatig spreken met special guests die een bijzonder verhaal hebben. En we zijn dus dol op de interactie met jou als kijker en luisteraar. En dat kan op een aantal verschillende manieren. Blijf helemaal luisteren tot het eind. Dan som ik dat nog een keer op. Laten we nu eerst gauw gaan bellen met onze gasten van deze aflevering. Goed. Eerste instantie met Jacomina Eikelboom. Die dus inderdaad 28 dagen... Dat vertelt ze ons zelf maar even. En daarna schakelen we meteen door naar Wout Jacobs. Die ging Everesten. Een mooie challenge. Oftewel die 215 keer... de Amerongse berg, ongeveer 40, 50 hoogtemeters, op ging fietsen. Hoe vaak heb jij die al opgefietst zo in je leven of op één dag? Ja, het is hier natuurlijk vlakbij, hè. Maar wat ik net al zei, ik ben vrij groen op de fiets. Ik ben nog niet zo'n klimmer. Ik begin nu eindelijk op het punt te komen dat ik er niet meer ontzettend tegen op zie. Nee. Dus ik ben in voorbereiding op dit gesprek eens even een aantal keer die berg opgegaan, zoals hij dat ook had gedaan. Oh, oké. Okay. Dus. Ja, heel goed. We schakelen over naar Jacomina. Ja. Ja, Jacomina, goed om je weer van je te horen. Hoe is het met je? Goedemorgen. Goed. Ja, gaat goed met me. Vertel, want we hebben jou eerder in aflevering 5 horen vertellen over jouw Trans America Triathlon. Voor iedereen die dat niet gehoord heeft, ga vooral luisteren. Nou, dat ging niet door, hoorden we al even in aflevering 11, waar we kort met jou mochten bellen. Wordt wel een lekker soort vast onderdeel, hè? Even bellen met Jacco. Ja. Want uiteindelijk zagen we op jouw social media kanalen dat Think Big, zoals jij jouw Trans America avontuur had gedoopt, werd Think Small. Wat heb je gedaan? Het was eigenlijk geen alternatief in die zin van een plan B of wat dan ook. De Trans Am ging niet door. En ik dacht toch zo van, die 28 dagen die ik daarvoor in mijn hoofd had zitten. Wat wil ik daarmee? Daar wil ik wel iets mee doen. En toen kwam het eigenlijk in de laatste week voordat mijn officiële startdatum zou zijn, kwam ineens... het idee heel snel op gang van misschien wil ik elke dag een korte triathlon doen. Misschien wil ik dat met vrienden doen. En toen dacht ik van hoe tof zou het zijn om het op verschillende plekken in Nederland te doen. Hmm. Oproepje op social media en ik werd plat gebombardeerd met allerlei leuke suggesties. En van je moet hier komen zwemmen, je moet daar komen rennen. Dus die heb ik geplot op een kaart. En toen was ineens het idee van, maar ik kan gewoon in 28 dagen een rondje Nederland doen. En ik ben de volgende dag vertrokken. Oké.
Wat geweldig, een soort trans-NL triathlon op die manier. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Oké, en is Nederland groot genoeg ten opzichte van Amerika om inderdaad aan jouw trekken te komen en om de dingen te doen die je wil doen? Een beetje moeten worden ook. ik had een redelijke korte afstand per dag. Voor mij wilde ik dan minimaal 500 meter zwemmen, 50 kilometer fietsen en 5 lopen. Oké. En ja, af en toe was het wel zigzaggen door Nederland, maar dat kwam dan eigenlijk meer op basis van de afspraken die ik had met mensen. Maar super om gewoon zo op deze manier door Nederland te gaan. En dan is Nederland wel groot genoeg. Leuk. Waar ben je van Friesland tot aan Limburg geweest en van Zeeland tot aan de Achterhoek? Zo ongeveer wel, ja. Ja. Leuk. Friesland nog aangedaan. Ja, oké. En plekken waar jij ook nog nooit geweest was, denk ik dan. Wat zeg je? Plekken waar jij zelf ook nog nooit geweest was, waarschijnlijk. Zeker, ja. Zeker. Ja, en dat was juist het mooie ervan. Ja, de laatste jaren ga je toch makkelijk naar het buitenland om daar te trainen of op vakantie. En nu is het echt Nederland en je ontdekt Nederland gewoon weer op een nieuwe manier. En door die fietstochten, ja, dan zie je echt zoveel moois van Nederland. Dat was echt een hele mooie ervaring daarmee, ja. Wat is, welke is je dan het meest bijgebleven? Want wij zijn natuurlijk op zoek naar lessen, hè, voor onze slimmer presterende luisteraars en kijkers. Heb je nog een mooie hidden sequent ontdekt? De mooie ritten, zeker. Ja, hele mooie gebieden. Friesland is natuurlijk altijd leuk om erheen te rijden. Maar de Achterhoek was ook heel mooi. Maar wat ik eigenlijk nog het mooiste vond van Think Small was de ontmoetingen met de mensen. Zij waren eigenlijk degene die mij punten op de kaart gaven om naartoe te rijden. En ook zeg maar aanleiding om naartoe te gaan. En juist die spontaniteit en dat ik bij mensen op de logeerbed sliep of in een tentje in de tuin. Dat was eigenlijk nog wel het meest mooie. Dus de spontaniteit van die eigenlijk loskwam op social media toen ik zei van ik wil een rondje in Nederland doen. Hmm. Dus ik heb mensen ook mijn trail angels genoemd. Trail angels, dat is eigenlijk een fenomeen wat vooral in Amerika bekend is. Dat zijn degenen die jou onderweg, als je een hiker bent, als je wandelt of fietst, die jou onderweg helpen. Helpen met wat dan ook. Met misschien wat te eten of gewoon water of onderdak. En dat was eigenlijk nu ook deze vrienden in mijn omgeving. Die hielpen mij door of een goede tip te geven. Het zij van een mooie route of waar ik kon overnachten. Of die een stukje meerende. Dus eigenlijk, ja, die hele Think Small was gebaseerd op de Trail Angels. Ja, leuk. En ook bij mensen die je eigenlijk nog niet eerder had gezien. Niet kende, alleen maar via de social media. Of waar toch allemaal bleek je toch meer echte vrienden ooit in de loop der jaren opgedaan te hebben die je uitnodigde? Allebei. Vrienden van vroeger die verhuisd zijn, waarbij ze mij een nieuwe omgeving lieten zien. Maar ook mensen die inderdaad mij volgen op Facebook of Instagram en die zeiden van joh, je moet hier langskomen. Hele spontane aanmingen en dat maakt het juist zo leuk, die spontaniteit. En die dan ook meegingen als jij een stuk ging zwemmen of hardlopen? Of was het voornamelijk dat jij het in je upje mocht doen en dat zij klaar stonden met een lekkere versnapering na afloop? Beide. Dus ik heb mensen hebben een deel met me meegefietst om het zeg maar weer op weg te brengen. Ja. Of hebben een fietsroute voor me uitgezet of een zwemplek van maar ik ga met je mee zwemmen. Een loopronde uitgezet. Dus daar waren mensen ook heel vindingrijk. Van, je moet nog 5 kilometer lopen. Ik weet nog een leuke route en die lopen we samen. Okay. Dus dat was ook juist leuk dat ze hun eigen invulling, zeg maar hun eigen omgeving daarmee ook echt lieten zien. Hey, en Jacco, ik heb dat al vaker genoemd in uitzendingen die ik met je heb gemaakt. Je bent zo'n leuk en normaal mens. Dus wij zitten hier alsof het heel normaal is dat je 28 dagen achter elkaar iedere dag een triathlon doet. Maar dat is natuurlijk eigenlijk al een hele bijzondere prestatie. Dus ik ben benieuwd, ben je daar ergens nog slimmer door geworden? In de zin, heb jij nou ook ergens even geen zin of een motivatiedip? Of zit je er ergens doorheen? En hoe sleep jij jezelf daar doorheen? Ja, dat moet ik even toegeven dat bij Think Small het heel soepel verliep. En ik had de hele dag voor die afstand. Dus dat was eigenlijk wel heel makkelijk. Maar als ik even geen zin had, dan ging ik zitten. Of dan ging ik ergens lunchen of een kop koffie doen.
Dus daar blufte ik me eigenlijk wel makkelijk doorheen. Na die 28 dagen kreeg ik wel even een tikje terug van vermoeidheid. Maar bijvoorbeeld Think Medium, die heb ik daarna gedaan. Ja, dat was eigenlijk de dubbele afstand in de helft van de tijd. Dus in 14 dagen. Toen merkte ik al na de eerste dag van, dat wordt nog wel een pittige. Ja. Dus dat, daar zet ik mezelf dan weer een andere uitdaging in. Maar toch wel telkens weer dat het ontdekken van je landschap, het ergens naartoe gaan, het A naar B, die nieuwsgierigheid en ook te laten zijn van, hey, maar ik ben ook benieuwd wat er is. Dat motiveert me dan telkens wel weer om door te gaan. Dus een bevestiging ook dat Trans Am Tri volgend jaar jouw echte, als we gaan ervan uit, dat gaat gewoon door, jouw big think, dat een goede keus gaat worden. En een beetje vertrouwen ook dat jouw fysiek en mentaal in ieder geval, dat je daar wel, dat haalbaar moet zijn voor je. In ieder geval niet teleurgesteld geraakt dat je denkt, nou, dit is helemaal niks voor mij, ik moet die challenge maar laten schieten. Ja, dus vooral mezelf extern motiveren van, hé, maar ik ben benieuwd waar ik naartoe rijd en hoe zal het daar zijn en zijn de mensen anders, ik ben benieuwd naar het volgende stadje. Dat soort dingen, dat merk ik wel dat me dat heel erg drijft en dat dus een hele goede motivator is. Ja. En ook het onderdeel van... Dat is ook wel een van de redenen waarop ik aangegaan ben om de Trans Am Tri te gaan doen. Maar wat nu ook wel blijkt door al deze dingen die ik zo'n zomers doe, dat me ook echt drijft. Dat dan echt wel, daar word ik blij van en daarom ga ik door. Dus in die zin is het eigenlijk wel, toch wel stiekem externe motivatie, omdat ik benieuwd ben naar het volgende, wat verderop ligt. Leuk. Ook nog pech gehad onderweg? Want dan moet je ook oefenen natuurlijk. Ja, maar... Nee, geen pech gehad. Dus maar er komen nog genoeg momenten. Dus ik blijf nog lekker ook de winter door fietsen. En als er geen pech is, dan ga ik gewoon ook... want voornamelijk zit hem dat in het fietsonderdeel. Dan ga ik ook bij het rijwielpaleis gewoon ook in de werkplaats staan om dingen te doen en mijn fiets beter te leren kennen. Dus dat staat zeker nog, omdat ik dat wel beter ga ontwikkelen. Leuk. Dat is nog een stiekeme tip, hè? Je moet ook gewoon pech oefenen. Ja. Net zoals je wisselen moet oefenen bij de triathlon en lange fietstochten. Gewoon pech oefenen. Mooi. Dankjewel, Jacomina. En wat leuk dat we weer even bij je konden inchecken. Volgens mij word jij langzaamaan een soort vast onderdeel, of in ieder geval regelmatig terugkerend onderdeel in de Slimmer Presteren podcast. En we gaan jou weer van nabij volgen op jouw reis door de wereld van de ultra sporten. Ja. Ja, leuk om er weer bij te zijn. En ik hou jullie graag op de hoogte. Oké. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Als het goed is, hebben we nu live verbinding met Wout Jacobs. Wout, goedemorgen. Goedemorgen, Wout. Hey, goedemorgen. Hey, leuk dat je even bij ons wilde komen. Want jij bent gaan Everesten op de Amerongse berg. Oftewel, zo vaak de Amerongse berg op totdat je net zo hoog bent als de Mount Everest. En dan nog een stukje meer. Laten we even bij het begin beginnen. Waarom, Wout? Ja, dat is een goede vraag. Helemaal bij het begin beginnen. Ik fiets wel vaker lange afstanden. Ik hou van de uitdaging van lange afstanden fietsen. Jezelf tot een doel ver voorbij je comfortzone pushen en mooie dingen te bereiken. En ik zou deze zomer eigenlijk een van de grootste ultrafietswedstrijden die er is, zou ik fietsen. De Transcontinental Race van West-Frankrijk naar Bulgarije. Maar uiteraard vanwege corona ging dat niet door. Dus even een paar weken toch wat motivatie... problemen zou ik het niet noemen, maar we hebben toch wat minder motivatie gehad. Op een gegeven moment natuurlijk, uiteraard ga je weer fietsen omdat je het leuk vindt. En ook gaan kijken van, wat is leuk, behalve rondjes vanuit huis fietsen. Wat kunnen we nog meer voor uitdagingen verzinnen? Waarbij een Everest doen al heel lang wel op mijn lijst stond. Maar om het aantal hoogtemeters van de Everest te bereiken, heb je wel iets van een berg nodig. En had ik niet het idee om dat in Nederland een keer te gaan doen. En uiteindelijk ga je erover nadenken. En dan ga je denken van die paar hoogtemeters van de Amerongse berg, hoe vaak, wat is haalbaar? Eigenlijk is alleen de Amerongse berg stijl genoeg en lang genoeg om echt in de regio iets te doen.
En ook de mooiste natuurlijk, mooiste ligging en de bekendste. Ja. Hoe lang ga ik erover doen? Is dit haalbaar? En ja, zou dit kunnen? Ja, en hoe meer je er ook mee bezig gaat zijn, hoe meer je gaat rekenen en hoe meer je daar ook enthousiast van gaat worden, denk van ja, maar ja, dit is gewoon mogelijk. Dus waarom zou ik het niet proberen? Ja, nou beschrijf maar eens dan, want we bellen met jou omdat je het gedaan hebt en het is gelukt. Wat heb je gedaan? Ja, precies. Nou ja, allereerst heb ik het ook om er wat meer aandacht voor te krijgen, heb ik het gekoppeld aan een goed doel voor World Bicycle Relief. Mm-hmm. Dus zij verschaffen fietsen aan scholen in Afrika om leerlingen die normaal gesproken heel ver moeten lopen en die misschien uiteindelijk uitvallen in het onderwijs, een fiets te geven. Dus ja, dat is eigenlijk al een onderdeel van de motivatie van ja, waarom zou je het willen doen en waarom blijf je doorzetten om het te doen. Maar als we even teruggaan naar de voorbereiding, nou uiteindelijk kwam ik erop uit dat ik 190 keer die Amerongse berg zou moeten opfietsen. Waarbij ik schatte na een uur of 20 bezig te zijn. Mm-hmm. Wow. En waarbij je vervolgens gaat nadenken van ja, wat is dan handig? Ga ik 's ochtends heel vroeg starten en dan 's nachts finishen? Of ga ik 's middags starten? En dat, ja, het zijn allemaal afwegingen die je gaat maken om te bepalen van ja, wat is nou het meest haalbaar in deze uitdaging? Dus ik heb ervoor gekozen om 's avonds te starten om 8 uur. Zodat ik eigenlijk ja, redelijk fris de nacht ook in kon gaan. Ik deed op 20 juni, dus sowieso een heel korte nacht. Je zag echt om 4 uur dat het al licht begon te worden. En daarnaast heb ik het bewust op een vrijdagavond en een zaterdag gedaan. Zodat er eigenlijk ja, de hele tijd mensen bij konden zijn, mee konden fietsen. Maar ook op zaterdagmiddag dat de mensen gewoon langs de kant zaten met muziek en met tuinstoeltjes en die gewoon een hele leuke dag hadden en daar zaten te kijken. Ja, dus dat zijn eigenlijk de rand, of ja, de planningsdingen die ik van tevoren heb gedaan om het mezelf zo makkelijk mogelijk te maken. Wist jij van tevoren al dat al die externe motivatie belangrijk zou worden? Hoe was je daar op dat idee gekomen? Ja, dat wist ik wel. Ja, ik heb wel vaker lange afstanden gefietst. En het helpt heel erg als je weet dat andere mensen ook met je meeleven. Of in ieder geval weten wat je aan het doen bent. En het is niet eens zo dat je veel op je telefoon zit. Want ja, daar heb je de tijd gewoon niet voor. Maar wel dat ze weten dat je bezig bent. En dat als je soms even in een pauze je telefoon pakt. En dan allemaal appjes ziet en weer even... Oh ja, oké, iedereen is ermee bezig en ja, iedereen vindt het gaaf en vindt het mooi wat je aan het doen bent. Ja, dus dat was wel belangrijk. En het bijzondere hier, normaal gesproken bij een lange afstand, heb je eigenlijk of je hebt geen publiek of je hebt lokaal publiek dat er is. En het bijzondere hier, het was een Amerongen, dus ja, een hele vriendengroep is gewoon naar Amerongen gekomen en die stond gewoon de hele dag boven op de berg en die had ook een hartstikke mooie dag. En die kunnen je ze kunnen sowieso heel praktisch support als in een bidon of een banaan of wat te eten voor je geven. Ja. Maar ook ja, je komt daar gewoon 200 keer langs, dus je ziet ze elke keer en ja, dat is natuurlijk ontzettend gaaf om zoveel support te hebben. Terwijl je nog steeds met een lange afstand in principe bezig bent, maar wel op dezelfde plek. Want jij woont in Utrecht, hè? Ik woon in Utrecht, okay, ja. Oké, dus als jij gaat fietsen normaal, dan ga je al snel. Dan zoek je de heuveltjes op, de Amerongse berg. Maar ja, dat doe je dan 1 of 2 keer hoogstens. En Gerrit heeft namelijk ook even gekeken van hoe voelt dat nou om wat vaker die Amerongse berg op te gaan, Gerrit? Ja, ik ben me gaan voorbereiden op dit gesprek. En dus ik ben een aantal keer volgens mij aan jouw kant, Wout. Hè? Want je ging aan de noordzijde van de dwarsweg tot de top. Mm-hmm. Dus ik heb dat ook maar eens 6 keer gedaan. Nou kan je vertellen, ik was blij dat ik daarna weer door kan. Want er is geen klap aan, man. Wat een klein stukje. En wat ik me vooral afvroeg... Je komt toch helemaal niet in je ritme, man? Want voordat je een beetje in die klimkadans zit, ben je alweer boven. Moet je alweer terug. Hoe hou je dat 200 keer vol? Beschrijf eens, hoe was dat? Om dat zo te doen. Ja, dat was van tevoren eigenlijk hetgene waar ik... de grote onbekende voor mij. Want ik weet wel, als je een lange afstand fietst...
Op een gegeven moment kom je in een ritme. En zeker als je alleen bent, op een gegeven moment is er ook niks anders meer in je hoofd dan gewoon alleen maar de volgende stop. En genoeg eten, genoeg drinken en rusten. En ja, vaak ook de pijn in je benen en in je kont en in je armen. Dus nee, dat was een grote onbekende voor mij. Het voordeel is wel dat dat stuk is redelijk constant. Dus je zit eigenlijk qua helling de hele tijd rond de 5%. Dus je hoeft ook niet te gaan schakelen. Je hoeft ook niet opeens tegen de 10% heel hard te gaan duwen. Dus je kan qua vermogen kan je heel, ja, eigenlijk heel laag blijven. Dat je in je eerste hartslagzone ook blijft. En ja, eigenlijk het voordeel was ook omdat het redelijk snel avond en nacht werd. Dus ook rustiger op de weg. Dat je qua omdraaien kwam ik toch wel heel snel in een soort van ritme. Dus het is inderdaad, het is 1 kilometer het stuk. Dus het was, ik geloof, ongeveer 4 minuten omhoog en 2 minuten omlaag. Inclusief 1,5 minuut omlaag, maar rondjes van iets meer dan 6 minuten inclusief draaien. Ja. Ja, en gek genoeg, als je eenmaal aan het fietsen bent en je draait rond boven en beneden, dan kom je toch wel in een soort van ritme. Ja, wat ik zei, je hoeft in principe ook niet te schakelen. Dus je draait boven rond, je laat jezelf naar beneden rollen. En je fietst weer, je fietst weer omhoog. En dat is het ook. Ja. Dat is het ook. Je hebt 1 op 1 versnelling in principe, had je van tevoren bekeken. Nou, die versnelling, daar ga ik het op doen. En hield je inderdaad ook dat hartslag wat en vermogen. Had je het daarop afgestemd echt? Of komt uiteindelijk dat je denkt, nou laat alles los en ik moet gewoon boven komen? Of ging dat redelijk goed, dat plannetje wat je had bedacht? Dus ik had het plan bedacht. Eigenlijk een combinatie van op gevoel en op hartslag. Dus ik had geen vermogensmeter op deze fiets. Versnelling, ja, in het begin nog een paar keer wat andere dingen geprobeerd. In het begin moet je nog wel een beetje zoeken naar hoe hard wil je nou fietsen. Ik probeer inderdaad een hartslag in de gaten te houden. Vermogen dus inderdaad, ja, op gevoel. Maar ja, weet ik. Ja, ik kan op de combinatie van het gevoel van vermogen en mijn hartslag, weet ik wel dat ik het heel lang vol kan houden. Dus als je ook ziet naar mijn rondetijden, dan zie je het eerste uur zie je het nog een beetje variëren. En eigenlijk vanaf het tweede uur tot uur 25 zitten ze allemaal binnen 10, 20 seconden van elkaar. Ja. Viel me op, want ik had op Strava even gecheckt. En ik denk, jeetje, dat lijkt wel een metronoom gewoon. Dat is een machine. Zat daar geen motortje in? Nee, dat is natuurlijk. En dan had je. Nee, maar ik ben wel benieuwd. Hè? Je begint al 's avonds om 8 uur, Wout. Wanneer krijg je pijn? Of is dat niet aan te wijzen? Hoe gaat dat? Want ergens al begin je volgens mij een eerste keer op een moment te komen dat je wel een beetje klaar mee raakt. Of helemaal niet? Ja, dus dat is wel heel grappig. En het grote voordeel hier is ook, het Everesten is een stichting, of een soort van commissieachtig iets, zeg maar, het beoordeelt. Dus je moet dus om dan te kwalificeren, moet je dan inderdaad de goede hoogte rijden. Maar het hoeft niet unsupported. Dus je mag geholpen worden met faciliteiten, met eten, met drinken. En normaal gesproken in ultra events mag dat heel vaak mag dat niet. Mm-hmm. Dus nu zijn er eigenlijk op 8 keer na, zijn er de hele tijd mensen met mij heen en weer gefietst. Dus ook de hele nacht door zijn er gewoon mensen bij me geweest. Die gewoon uur na uur hebben meegefietst. Nou, om 6 uur 's ochtends kwam weer een volgende. Daarna kwam weer een volgende. Dus dat haalt wel de aandacht van het alleen maar fixeren op rondje naar rondje. Of klim naar klim, haalt het wel al een beetje weg. Maar ik moet wel zeggen, de donkere uren. Ik denk rond 1 uur of 3 s'nachts. Dus dan ben je al 1 uur of 5 aan het fietsen. Dan is het, dat was voor mij eigenlijk mentaal een moment van oké, ik zit nu op, 50, 60 keer. Ja. Ik ben nog niet op 1/3. Het is echt nog heel erg lang. Toen voelde ik wel iets aan mijn zitvlak, maar dat viel op zich nog wel mee, maar wel met het idee van, weet het niet. Maar dat is, eigenlijk is het vooral mentaal op dat moment. En je weet ook dat je, ja, van andere evenementen weet je dat je daar doorheen gaat.
Dat je niet op dat einddoel moet focussen, maar echt moet focussen op wanneer neem ik die volgende pauze. Hmm. Daar ga je mentaal, ga je door de highs en lows, ga je wel vaker heen door zo'n nacht. Ik weet ook van zodra het echt licht wordt, krijg je ook gewoon echt meer energie en gaat het beter en voel je ook beter. En dat is altijd in de nacht dat het wat zwaarder is. En ik had ook een strategie van elke 25 keer neem ik pauze. Oh ja. En dan nu dus ook ervoor gezorgd dat er dingen stond waar je dan zin in had. Dus er stond thermoskan met koffie, er stond eten waarvan ik dacht dat ik het zou willen. Verse bidons, dingen stonden klaar. Willen we zo denk ik ook wel even meer over weten, over je voedingsplan, mentaal. Ik wil even bij dat mentale stukje blijven, want daar zitten volgens mij lessen voor onze kijkers en luisteraars ook. Want focus niet op het doel. Uiteindelijk is Everest is 8800 uit mijn hoofd. Maar jij deed dat, die 190. Ja. Wat zeiden mensen tegen jou, of wat zat er in jouw hoofd dat je toen dacht, weet je wat ik doe? Plak het nog even, 25 keer achteraan om naar die 10.000 meter te gaan. Sowieso denk ik voor het mentale, maar dat is altijd al een tip als je met echte lange afstanden bezig bent. Probeer te focussen op het volgende rustpunt, het volgende dorp, de volgende pauze. En probeer zoveel mogelijk het echte einddoel te vergeten. Mm-hmm. Het is heel moeilijk. Ik moet mezelf er ook altijd van overtuigen en het lukt niet altijd. Maar het scheelt ontzettend als je gewoon weet van oké, ik ga over een uur ga ik gewoon even zitten en ga ik koffie drinken en heb ik een rustpunt. En of ik daarna weer opstap of wat ik daarna ook ga doen, dat zie ik dan wel weer. Dus dat scheelt heel erg. Ja. En ik heb ook bewust gekozen dus tot de 150 keer dan om de 25 keer stoppen. Had ik ook van tevoren bedacht en dan ook gewoon jezelf dwingen om je daaraan te houden. Dus als je moe wordt, denk naar die volgende 25 toe. En ga niet dan pauze houden, want dan gaat je schema in de war. En dan maak je het jezelf heel erg moeilijk. Je kan beter tot dat volgende rustpunt doorduwen. En dan kijken van oké, hoe gaat het nu? En als je dan weer opstart, als het goed gaat, kan je dan weer even tegenaan. Ja. Maar inderdaad, je vroeg... Maar dat is onderweg. Ja, precies. Want ergens kom je dan toch bij dat einddoel. En daar is iets gebeurd voor de mensen die niet jouw hele verhaal hebben gehoord. Jij was er en je ging door. Vertel, neem ons mee naar dat moment. Ja, precies. Nou, ik moet je eerst meenemen naar het moment 1 dag voordat ik begon. Want ik wilde eigenlijk de eerste zijn die de Everest ging doen op de Amongsberg. Ja. En we kwamen ik had alles gecheckt. En we kwamen er 1 dag van tevoren achter dat er net iemand de week daarvoor was geweest die hem had gedaan. Nee. Dus dat was eigenlijk van tevoren al motivatie van ik heb alles goed voorbereid. Ik heb gewoon mensen die daar staan, alles praktisch voorbereid. Mijn fiets is in orde, voeding is voorbereid. En dan nu valt eigenlijk het idee van de eerste zijn valt weg. En toen kwam al heel snel van, maar buiten de Everest is er ook een, de 10K Club noemen ze dat. Is er ook een select gezelschap dat dan de 10.000 doet op welke berg dan ook. Met eigenlijk dezelfde voorwaarden, dat je moet op dezelfde berg heen en weer blijven gaan. En dat werd al snel, ik liet het al iets te snel vallen misschien. Het werd ook al vrij snel opgepikt door iedereen van, we gaan onze donatie verdubbelen. Als je dan nog doorgaat tot die 10.000. En op de dag zelf heb ik me dus eerst gefocust op van die Everest. Dat is al echt een bizar doel om te hebben. Dus dan moet je ook niet na willen denken over die 10.000. Ik moet wel zeggen dat naarmate het dichterbij die Everest kwam, ging het fysiek eigenlijk heel erg goed. Benen waren super, zitvlak was goed, fysiek echt... eigenlijk nergens last van. Begon wel mentaal. Mentaal op een gegeven moment ben je er redelijk klaar mee. Het mooie hier was natuurlijk dat iedereen op die top daar zat. Dat daar een feestje aan het bouwen was. Toen het dichterbij kwam, hebben zij op de top ook gewoon mensen gebeld om om eigenlijk die donaties te gaan verdubbelen. Door een heleboel mensen. Dus er zijn echt, ik weet niet of het... er zijn honderden, misschien wel 1.000 extra euro opgehaald, omdat als ik nog door zou gaan.
Ja, en dat hielp natuurlijk heel erg voor het doel. En ja, ik moet wel zeggen, toen die Everest eenmaal gehaald was, stonden ze daar met fakkels en was het één groot feest. En lieten ze me ook even met rust om gewoon te vieren van ja, oké, het is gehaald. Maar ja, ik voelde me eigenlijk fysiek nog heel erg goed. Dus ik had onderweg die laatste 20 keer dat ik hem deed, had ik wel in de gaten van ja, ik ben nu zo ver. Ik voel me zo goed en ik kom waarschijnlijk sowieso de komende tijd, maar waarschijnlijk hele lange tijd niet meer in de buurt hiervan. Dus als je dan relatief zo dichtbij bent, dan ja, waarom ook niet? Cool. Dus ja, toen ben ik doorgegaan. En op zich was dat eigenlijk ook wel een heel mooi... ik denk ook voor de mensen die daar stonden, maar ook voor mezelf wel mooi om te zien dat het tot aan die Everest fysiek ook super goed ging. Ja. Kreeg wat last wel van mijn maag en met eten. Maar dat eigenlijk... Dus de Everest was 190 keer en toen vanaf 192, dan weet je van ja, ik moet er nu nog 23. Toen begon het ook fysiek echt goed af te takelen. Dus ik had wel al bedacht van oké, dan doe ik bij de 203. Dus dan deel ik hem op in twee stukken, 13 en 12. Ja, zeker toen ik in de stoel zat bij die rustpauze bij 203, toen was het echt van ja... Ik voel me nu wel echt behoorlijk slecht. Mm. En ik moet nog 12 keer. Wout? Wat heb je toen gedaan? Hoe heb je of zijn geen tips of trucs voor? Is gewoon opstaan en gaan, niet meer nadenken? Ja, dat is echt gewoon opstaan en gaan. En het grappige was ook, op het moment dat ik weer op mijn fiets zat, dat was elke keer zo, als ik in die stoel ging zitten, dan voelde ik me niet zo goed. En zodra ik maar gewoon op mijn fiets zat en gewoon bezig was, dan ging het wel. En zodra ik er afstapte, dan was het meteen van, oh, ik ben toch wel misselijk en moe. En het is toch niet helemaal super. Een beetje vergroeien met je fiets op een gegeven moment eigenlijk. Hey, maar dan praten we alweer over, je begon om 8 uur 's avonds. Toen was het ook alweer 's avonds en donker aan het worden, denk ik. Want uiteindelijk kwam dingen tegen of 25 uur of 22 uur wat je gefietst. Ja, precies. Wat is het uiteindelijk? Ja, voor die Everest was het 22,5 inderdaad. Ah, daar zit het verschil. 25. Ja. Ja. Jeetje, dus dan kwam je om 9 uur 's avonds, was je echt, toen had je die 10K ook nog. Wauw, maar dat is ook wel wat, want ik keek even op die Everesting site en dan denk je, ja, dat is ook wel erg hot aan het worden, hè? Veel mensen, ruim 8000 kwam ik tegen die zich aangemeld hebben. Maar die andere waar jij het over had, die 10K, die is dan veel minder bekend, denk ik, in ieder geval. Ja, is dat de volgende challenge? Hoeveel mensen hebben dat dan ooit gedaan, weet je, zo in wereldwijd? Ja, volgens mij iets van 300 of zo, het snel aanklikte. Zoiets, minder dan 500 volgens mij, ja. Dat is echt een groot verschil, ja. Ja. En die andere, die jongen namelijk, die een week eerder is geweest. Weet je wie het was en zo? En waar die vandaan kwam? Nee, verder niet. Ik heb het op Strava gezien. Maar fair enough. Ik bedoel, het is een open challenge. Ik bedoel, iedereen kan het doen. Ja. En ik had het een week of 6 van tevoren al gepland. Dus het kan. Hij zat er precies tussenin. Dus no hard feelings. Ik bedoel, ik kan gewoon... Ja, het is een mooie uitdaging, dus ik hou niemand tegen om het ook te doen. Maar het klinkt mij heel erg toch dat je al bij het begin iets had, nou, ik ga toch eigenlijk voor die 10K. Het zaadje zat er al in. Wanneer werd je moe? Pas nadat je die Everest eigenlijk gehaald had en toen pas ging het echt, dus ik... Hey, ik wil even tot slot, hè. We hebben hier de Slimmer Presteren podcast. We helpen mensen, als jij zegt, iedereen kan het doen. Nou, stel je voor, mensen willen dit gaan doen en die willen geïnspireerd door jou wat slimme dingen doen. Wat zijn voor jou nou belangrijke lessen? En die hou ik even zo breed, of het nou op het gebied van voeding of mentaal of materiaal. Wat heb jij geleerd van deze challenge op de Amerongse Berg? Sowieso denk ik wat belangrijk is dat je kan maar tot op zekere hoogte trainen. Als je een transcontinental gaat doen, die is meer dan 4000 kilometer. Ja, je gaat niet 4000 kilometer in één rit trainen. Nee. Dus wat je eigenlijk in je trainingen kan doen, is wel een soort van simuleren welke situaties ga ik tegenkomen. Maar met een fractie van de afstand die je eigenlijk gaat doen.
Dus mijn langste afstand was 320 kilometer. Maar dat was gewoon overdag. Tenminste, dit jaar dan. Tot nu toe. Het was gewoon overdag. Dus ik wist van ja, die afstand heb ik dit jaar nog niet gedaan. Voorgaande jaren wel. Maar ik weet gewoon fysiek, als ik gewoon rustig aan doe, kan ik makkelijk qua afstand en qua vermogen, kan ik dit makkelijk kan ik dit aan. Dus ook al train jij maar 30% of minder van die specifieke afstand, dan kan je wel al mee, alvast mee oefenen van ja, hoe gaat mijn lichaam hiermee om. Ja. Ik denk daarnaast ook als je aan het trainen bent, probeer zoveel mogelijk gewoon de situaties op te zoeken of na te bootsen die je tegenkomt. En dan zeker bij echt ver fietsen is het dan van ja, hoe ga ik om met mijn eten? Ja. Waar stop ik mijn spullen op mijn fiets? Waar vind ik water? Altijd een hele belangrijke. En ook op het moment dat je stopt met fietsen, als je een pauze hebt, als je echt gaat plassen of gaat eten, al een idee hebben van wat ga ik zo meteen doen? Dus ik ga stoppen, ik heb mijn pinpas nodig, ik moet bidons bijvullen, moet daar nog iets van elektrolyten bij, heb ik nog afval in mijn zak, bedenk dat allemaal op de fiets voordat je stopt. En dat scheelt je gewoon, ja, zeker bij echt een ultra, scheelt het gewoon uren uiteindelijk op je eindtijd. En het scheelt in je hoofd ook, je bent A, op de fiets al bezig, je bent jezelf bezig aan het houden. En B, op het moment dat je van die fiets af bent, kan je gewoon je checklist afwerken van oké, bidons gevuld, ik heb weer genoeg eten, ik ben naar de wc geweest, ik kan weer 150 kilometer zonder te stoppen, kan ik weer verder. Ja, dit zei Jacomina in de aflevering 5 ook. Hè? We hadden toen met haar over haar Trans-Amerika triathlon. En die zei ook, ik doe gewoon een sticker op mijn fiets met een checklist, want op een gegeven moment weet ik het niet meer. En dan afvinken en dan door. Ja, precies, precies. Ja, ontzettend belangrijk. En dat is op zich wel een mooie. Toen bij de pauze, ik geloof dat het bij 100 keer aanmerongen was. Of bij 75 keer, 's nachts. Toen zat ik inderdaad op de grond. En toen was ik aan het nadenken van, maar wat wil ik eigenlijk pakken? En wat moet ik nog vullen? En toen dacht ik van, hey shit, dit is niet goed. Dit is geen goede focus die ik nodig heb. En dit kost nu gewoon tijd en energie en ja, het levert gewoon frustratie op, omdat ik nu hiermee bezig moet zijn. Terwijl ik heb de afgelopen uren gewoon alleen maar op die fiets gezeten. Ik had er prima over na kunnen denken. Ja. Ja. Mooi. En kan je nog iets toelichten over voeding? Want daar hebben wij ook al wat afleveringen over gemaakt. Gaan we nog meer over? Is het hot topic, hè? Wat eet je wel, wat eet je niet? Had jij natuurlijk voedsel, sportvoeding? Wat was jouw geheime ingrediënt? Wat heeft jou die berg op gesleept? Ja, ik vind voeding blijft voor mij wel een van de lastigste dingen tijdens echt lange afstanden. Want echte sportvoeding, alle suikers en alle gels en repen, op een gegeven moment, zeker als je niet slaapt, op een gegeven moment gaat je maag, die kan het gewoon echt, tenminste in mijn geval, ik krijg echt last van maag, krijg buikpijn, word ik misselijk en heb ik geen honger meer. Op het moment dat je een aantal uren slaapt, meestal gaat het daarna weer beter. Ja. Alleen, als je slaapt, zit je niet op je fiets. Nee. Dus het gaat er eigenlijk om inderdaad dat je voeding kan vinden waarmee je wel op je fiets kan blijven zitten. In mijn geval is het inderdaad wel echt een afwisseling van ja, wat meer specifieke sport, Isostar, repen, echt voor de energie, maar ook juist veel hartige dingen. Omdat het gewoon lekker is en naast alle suikers die je toch al binnenkrijgt in je sportdrank, genoeg hartig te kunnen eten. Ja. Hey, dus wat is nou het ding wat jou die berg opgeeft? Ik weet, ik heb Jacomina wel eens geïnterviewd over haar het kanaal overzwemmen, dan was het boterkoek. Hè? Het kreeg van alles, maar de boterkoek, dat was haar guilty pleasure. Wat was dat voor jou? 20 pannenkoeken, ja. Ja, dus mijn vriendin had een staat van 20 pannenkoeken gebakken en neergezet. Het is wel grappig. Ik had zelf ook nog een grote pan pasta gemaakt en neergezet. En terwijl ik bezig was, ik kreeg de pasta echt niet weg. De pannenkoeken kon ik gewoon nog oprollen en opeten. En daarnaast ook dingen als breakers en yoghurt en dat soort dingen. En bananen, dat ging ook goed. Ja. En qua sportdrank eigenlijk voorkeur voor de wel drank met elektrolyten.
Maar dan zonder de koolhydraten en alle smaakjes. Dat werkt bij mij het beste. Maar ik moet zeggen, ja, de pannenkoeken waren fantastisch. En koffie? Ja, sowieso. Dus okay. De thermoscan is meerdere malen naar de proloog gebracht. Waar de filters met espresso is. En dat hielp heel erg. En dan ook zeker in de ochtenduren als het licht begint te worden en mijn lichaam ook gewend is om 's ochtends koffie te drinken, dan is dat wel echt heel nuttig. Ja. Mooi. Nou Jurgen, leuk dat Wout even met ons een kopje koffie wilde drinken deze ochtend. Ja. Wat mij betreft gaan we het hier voor nu even belaten, anders wordt het een soort special guest aflevering. Misschien doen we dat ook nog wel een keer, Wout. Maar fijn dat je vanochtend even bij ons je verhaal wilde vertellen en je belangrijkste tips met ons wilde delen. Tot slot, heb je al een nieuwe challenge in het vizier of is dat gewoon die Transcontinental zodra die doorgaat? Of is er al iets anders? Ja, sowieso de Transcontinental als die doorgaat. Er komen wat wedstrijdjes aan in oktober in België. Daar lijkt het op, maar het is nog een beetje onduidelijk. En er is een 10K Everest Rome. Dat is een andere challenge. Maar daarbij mag je in 36 uur je eigen route mag je 10.000 hoogtemeters maken. Dus dat zijn dat twee lange dagen in de Ardennen achter elkaar. Want je mag daarbij ook gewoon slapen. Dus ik ben wat vrienden aan het optrommelen voor een gezellig weekendje Ardennen met de nodige hoogtemeters. Leuk man. Klinkt succes. Goed. Nou, we gaan je volgen op de socials en op Strava. Als we iets bijzonders zien of jij hebt nog iets bijzonders, nou trek ons aan de jas. Want we praten graag met je verder. Ja, top. Heel leuk. Dankjewel voor nu. Dankjewel, Wout. Okay, succes. Bye. Zo, Jurgen, dit is al met al een behoorlijk lange aflevering aan het worden. Super interessant. Het lijkt opeens bijna wel. Ik had eigenlijk van tevoren niet zo goed door dat Wout ook gewoon een ultra-atleet is. Oftewel, het is gewoon de Slimmer Presteren podcast Ultra Edition. Ja. Maar ik steek hier toch wel weer wat mooie dingen van op. Ja, en ik krijg heel veel zin eigenlijk om ook weer eens die Amerongse berg in ieder geval op te fietsen. En om weer lekker te sporten. Dat heb ik wel echt gemerkt in 2020. Ik, net als Wout, denk ik. Ik ben volledig extern gedreven. Voor mij zit dat in events. Het feit dat de dranghekken de weg opgaan om mij op mijn triathlonfiets door de polder te laten fietsen. Dat vind ik zo vet. Dus ik ben blij dat we nu in augustus weer wat dingen kunnen doen. Ik merk ook, ik ben meteen anders aan trainen. Harder aan trainen. En met meer interesse dus dit soort tips aan het volgen. Maar niet voor de marathon. Marathon Rotterdam najaar, daar wordt hem niet voor mij. Een van de dingen, dat is ook nog even een leuke oproep. Deze podcast wordt natuurlijk al vanaf het begin gesponsord door live online events. Iedereen die nu zit te kijken en bedrijven kent die ook onder de aandacht van jullie willen komen. Ik zou nu nog instappen, want nu zijn de prijzen nog schappelijk. Als wij straks echt grote publiek bereiken. Ja, dan wordt het alleen maar duurder van natuurlijk. Dus mocht je iemand kennen die wil meeliften op de flow van de Slimmer Presteren podcast, dat is het ding. Maar goed, live online events. Je begrijpt, sinds corona is dat volledig ontploft. Ja. Dus wij hebben zo hard gewerkt. En traditioneel in het najaar werken wij ook altijd al heel hard. Dus daar ga ik niet nog een marathon tussen duwen. Nee. De relatie is eerder andersom. Ik ben volgens mij de afgelopen jaren zo met fitheid aan de slag gegaan om dat najaar heel hard te kunnen werken. Dus, Dus volgend jaar weer. Volgend jaar dan. Daar gaan we weer maar tot. Maar ik blijf wel veel lopen. En wat mij, dat is wel een benefit. Dat vele lopen. Mm-hmm. Je had het in het begin van de aflevering even over cheerrunning. Ja. Yoga, mindfulness. Het lopen helpt voor mij wel. Ja, echt. Ja. Mediteren. Ik kan echt niet 23 minuten per dag of 10 minuten per dag op mijn kont zitten. Maar gewoon een half uurtje lopen. Ja. Dat maakt de mind weer helemaal leeg. Ja. Dus. Herkenbaar. Tot zover. Laten we nog één keer oproepen aan iedereen om met ons mee te doen. Want als je helemaal tot het einde hebt gekeken of geluisterd, dan hoor je erbij. En dan horen we graag van je. En dat kan op een aantal manieren. Je kan natuurlijk reageren op social media via @slimmerpodcast op Instagram en Twitter. Iedere aflevering heeft een eigen post en daar kun je natuurlijk gewoon reacties op achterlaten. Of je kan surfen naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar heeft iedere aflevering een eigen pagina waaronder je reacties kan achterlaten. En je zult merken, wij reageren altijd terug, want we vinden het leuk om van jou te horen. Maar wat we aan het einde van seizoen 1 ook zagen, is dat meer en meer mensen onze mailbox wisten te vinden. Als je nou zegt, ik ben niet van de social of ik wil niet op een website reageren, je kan ons mailen via post@slimmerpodcast.nl. En dat doen meer en meer mensen. Vinden we hartstikke leuk. Gebruiken we om uitzendingen verder vorm te geven. Jouw ervaringen delen we met elkaar. Dus doe dat. En tot slot,
Als je nog iemand kent, in je club, in je vereniging, bij je collega's, voor wie de Slimmer Presteren podcast ook leuk of interessant zou kunnen zijn, stuur de link naar deze aflevering dan meteen even naar ze door. Want dan kunnen we langzaamaan met meer en meer mensen steeds slimmer gaan presteren. Tot volgende week. Drinken we weer een kop koffie. Dankjewel, leuk. Jurgen. Yo.